Zijn die ook inderdaad, dat zeggen ze zelf ook, slachtoffer geworden van, nou ja, wat ik dan maar eventjes noem, jojo-beleid, Helman Lodders. Dan weer dit, dan weer dat, dan weer dit, dan weer dat. Nou, we zien in de landbouw dat in de afgelopen jaren, en dat is al langer bezig, dat er natuurlijk een stapeling van wet en regelgeving is. En waar Nederland heel erg goed in is, en dat vind ik ook... Ik als Kamerlid wel eens frustrerend... dat wij sommige regels dan ook nog wat strenger uitleggen... dan de landen om ons heen. Dus de boeren in België, in Duitsland... hebben te maken met andere regels dan wij hier in Nederland. Als we het hebben over het gebruik van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Dat is toch raar, want het zijn toch Europese regels? Zeker, het gebruik van innovaties, van toepassen van innovaties. Daar lopen onze boeren tegen allerlei beperkingen aan... terwijl we juist die ammoniak en die stikstof willen reduceren. Maar terwijl we juist Europese regels zeker, hebben? Zeker, zeker. Ja. Dat is een goede vraag, dus daar knok ik ook voor. Maar samen met de boeren in. Nou, omdat er toch ook af en toe besluiten worden genomen in Den Haag op basis van emotie. En ik denk dat je heel erg goed moet kijken waar we mee bezig zijn. Op het moment dat je problemen wil aanpakken. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de fosfaten. Daar was echt een uitdaging. Mm-hmm. Daar hebben we maatregelen moeten nemen die niet leuk waren. Ik sta er overigens als VVD-Kamerlid wel achter. Want wij moesten die fosfaat reduceren in Nederland. En de boeren hebben ook laten zien dat ze dat konden. Vervolgens moet je boeren wel de gelegenheid geven om de volgende stap te kunnen maken. Dus er moet ook eerst wel geld verdiend worden voordat je in nieuwe stallen kan investeren. U zegt niet te veel regeren op basis van emotie. Maar zo'n t-shirt, ik kom er toch op terug, hè, trots op de boer. Is dat nu juist ook een emotie die u uitdraagt ook? Dat u ook eigenlijk regeert dan niet, maar wel acteert op basis hoofdzakelijk van emotie? Ik begon zojuist om te zeggen waarom ik zo trots ben op die boeren. En dat gaat om dat gezonde voedsel wat zij produceren. Kwalitatief goed. Zij doen dat op een hele efficiënte, hoogproductieve manier. Dat betekent dat ons voedsel eigenlijk de laagste klimaatimpact heeft... als we dat wereldwijd zien. Dat zijn allemaal aspecten die je mee moet tellen... ook in je beleidsvorming. Ja. En dat doen wij denk ik te weinig in Den Haag. En daar vind ik dat echt veel meer aandacht en waardering voor mag zijn. We zijn niet voor niets... tweede voedselexporteur van de wereld. Toch nog even, Jean Dome, komen we eruit? Uit deze stikstofcrisis? Nou, dat wordt een lastig verhaal, want daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, ik vind het op zich heel goed dat je per kwetsbaar gebied, heet het dan, hè, en ik geloof dat bij een groot deel van de Natura 2000 gebieden, die officiële natuurgebieden, op grond van de Europese regels, dat er problemen zitten. Dat je daar gaat kijken wat nodig is. Dus het uitgangspunt is geen dwang toepassen. Dat vind ik ook heel verstandig en dat is heel erg oké. Maar wat als de piekbelasters, ook een nieuw woord, dat ik deze week heb geleerd, rond kwetsbare gebieden niet weg willen. Wat ga je dan doen? Ga je dan toch zachte drang uitoefenen? Ik kwam andere dingen tegen. LTO, dat vond ik interessant. Hè? Er is sprake van het afnemen van niet gebruikte uitbreidingsruimte in het kader van deze hele operatie. Daar maken de boeren hun vertegenwoordigers LTO nu bezwaar tegen. Ik zie ook dat een onderdeel van de oplossing is dat we naar die drempelwaarde gaan kijken. Hè? Als het gaat om bouwen. Juristen twijfelen nu al of dat haalbaar is. Mm-hmm. Dus je ziet eigenlijk door je verrekijker de beren op de weg alweer rondscharrelen. Ja, en misschien daarmee ook alweer de contouren van een nieuw protest. En in ieder geval zeker. Ook alweer de contouren van de nieuwe opiniemakers. Ja, want we komen hier zeker een andere keer weer over te spreken.